Dat stukje Esnoorlaan, dat was heel kinderrijk. Ik ben bezig met een boekje, nou ja, het wordt misschien een boekje, over mijn jeugd. En dat kleine stukje Esnoorlaan, daar woonden wel 18 kinderen. Een paar oude mannen en heel veel gezinnen met kinderen. Veel kinderen. Dat was toen nog een beetje in de mode. Vier kinderen, dat was toch wel minimaal in die tijd. We vermaakten ons buitengewoon met de eigen kinderen op het straatje. Maar ik ging ook wel eens naar de speeltuin wat verderop en, in het wijkje. Aan de Houtkade was het, geloof ik. Daar maakte je kennis met andere kinderen. Ook kinderen van de school met de Bijbel. En kinderen van de Rooms-Katholieke lagere school. En dat speelde gewoon allemaal met elkaar hoor. Dat was geen probleem. Ja, die straat achter ons, de Elsenstraat, daar woonden, laten we maar zeggen, de arbeiders. De arbeiders. Daar woonden arbeiders. En de straat daarachter was de Wilgenkade, die langs de Sluisbach Sloot was gebouwd. En daar woonden we van alles door elkaar. Ja, dat verbaast mij ook nog wel, omdat als ik zondags met mijn vader naar WFC ging, dat was de club die vlakbij ons was, dus. Maar dat was ook de club van de kantoormannen met hoeden. Die zaten zondags in de tribune. Maar er waren ook diverse mannen die waren mannen van de gezinnen met de mannen met petten. En die zaten niet in de tribune. Ik weet niet waarom niet, maar zo was het een beetje stilzwijgend afgesproken of zo. Nee, niet echt afgesproken, maar zo was dat gegroeid. Ja. Maar de meeste mannen met petten, die waren eigenlijk meer voor QUC. Dat was meer de arbeidersclub. En er was altijd wel rivaliteit tussen WFC en QUC. Het is nu al jaren één club geworden, hè, maar ja, er is op de Esnoorlaan later, toen ik een jaar of 7 was, een voetbalveldje aangelegd, maar niet met gras, maar met zand. Maar wel met 2 echte doelen. Later hebben ze daar 5 huizen neergezet. En daar voetbalde ik heel vaak, ja. Maar ik was in het voordeel, ik had een leertje zelf. En dat hadden andere kinderen niet. Dus ik werd altijd gehaald van, Eddie, ga je mee voetballen? Maar dat betekende, ze wilden met die voetbal spelen. Nou, dus dat deed ik dan. Ik heb nog wel eens gesproken met Cor Smit, die later prof is, semi-prof is geweest bij ZFC, geloof ik. En dan zei ik, hoe kon het nou dat je altijd, precies als ik je wilde passeren aan die of aan die kant, dat je daar nog net je been had staan? En hij zei, ja, ik kon voetballen en jij niet. Ja. Ja. Nou ja, er waren hier veel stukken van deze straat nog niet bebouwd. Dus dat waren speelveldjes voor de jongens. Daar deden we van allerlei dingen die, waarschijnlijk dingen die God verboden had. Ik weet nog van dat we fikkie stookten op die terreintjes. En dan kwam de politie na een tijdje op de fiets langs. Dan waren ze gewaarschuwd. En dan gingen ze één jongetje in de Elsenstraat, de straat achter ons, gingen ze hem eigenlijk meteen halen, want die zat er altijd wel bij. Jaapie Kramer. Nou, en verder spelen met die hele buurt, met die hele kinderen scharen. Dus dat, er was nooit gebrek aan. De melkboer die zat op de hoek van de Lindelaan en de Wilgenkade. Die kwam 's morgens langs met, ik denk een bakfiets. Had ook altijd een beetje stonzig hondje bij zich. De kruideniers en al, die gingen bij de achternaam genoemd. Dus ik vond dat ook heel normaal. Hij te Bruin, klaar. Dat hij een voornaam had, dat begreep ik later wel. Maar toen vroeg hij aan mijn moeder, mevrouw Visser, zou u mij voortaan meneer Bruin willen noemen? Toen zei mijn moeder, ja, dat is ook best hoor. Maar ze moesten ons met smaak vertellen toen die avond toen mijn vader weer thuis was. Ze zei, wat denkt hij wel?
Oh god, ja, leuk. Ja. Meneer Bruin. Ja. Ja. Wel, mijn moeder was wel rood hoor. Die stemde altijd op de Partij van de Arbeid. Dus als mijn vader een verkiezingsbiljet voor het raam hing beneden, aan het raam voor de VVD, dan hing mijn moeder er eentje op voor de PvdA. Maar één verdieping hoger voor het raam. En dan moest mijn vader vreselijk lachen als ze dat deed. Hij vond het al prima. Ja. Nou, het spel, Wormerveer speelt nog altijd een beetje in mijn hart. Als ik hier binnenrij vanuit Muiden, dan denk ik van, oh, dit is mijn oude dorp. Maar ik ben blij dat niemand mij herkent. Dat is ook wel prettig, dat je niet aangesproken wordt. Behalve door Cor Smit. Want die weet precies wie ik ben. Nee hoor, ik heb nog steeds een warm gevoel met mijn geboortedorp. Ja. Nou ja, ik ben vanuit Wormerveer Noord ook betrokken geraakt bij Wormerveer Zuid. Want ik ging naar vier klassen het lagere school. Hier vlakbij, school C heette dat toen. Dus intussen is dat een soort van appartementengebouw geworden, geloof ik. Ging ik naar de brugklas in de Goudastraat. En daar kwamen ze uit de hele Zaanstreek Noord en nog daarbuiten naartoe om als een soort van brug inderdaad naar een lyceumachtige verdere opleiding in Zaandam meestal. Ja, dat hoefde niet, maar het was meestal in Zaandam op het Zaandams lyceum. Wormerveer raakte in die tijd toch voor mij ook gewoon één dorp. Terwijl het eerst beperkt was gebleven tot Noord. Het hield een beetje op bij het Karnemelkpad. Daarom heet die gedichtenbundel van mij ook Karnemelkpad. Een gedichtenbundel van een jaar of, ik weet het niet meer, hoe lang geleden. Karnemelkpad was een beetje de scheiding tussen Wormerveer Zuid en Wormerveer Noord. Zo moet je het maar bekijken. En als klein jongetje moest je het niet wagen als je uit Noord kwam om je naar Zuid te begeven, want dan kreeg je ruzie met de jongetjes van Zuid. Ja, want je hoorde daar niet bij. Knokken, ja. En wegwezen. Opdonderen. Ja, dat was in die tijd zo.